Wij hebben een filmfragment voor u klaar. Gaan we nu naar kijken. Mrs. Nordberg, I think we can save your husband's arm. Where would you like it sent? Oh, Frank, I'm so glad you came. Well, that's good to see you. I came as soon as I heard. Well, thank you, Frank. You bet. Where's Nordberg? In ziekenhuizen kan van alles gebeuren. En wij vragen ons af, wat, Walter? Wel, het gaat dus, het verhaal is dat de man die in het bed ligt, is een directieve ook. Die is bij een actie gewond geraakt. En de andere, dat is zijn collega, die komt binnen en die gaat er naartoe nu dadelijk en die zegt van, wat ze hebben aangedaan, ik ga u wreken. Hij trekt zijn pistool en zegt, met dit pistool ga ik u wreken. Maar op dat moment begaat hij een flater en gaat dat pistool af en de kogel gaat door de bakster heen. Waardoor al het vocht wegloopt en dan, ja, dan begint de film pas eigenlijk. Hè. Zo, door de bakster van Frank. Het is geen ernstige film, het is een humoristische film waarin die meneer de zieke komt bezoeken. Hij gaat erg meelijwekkend op het bed zitten van de zieke, waarop het bed gewoon dichtklapt. Dus hij wordt letterlijk gesandwiched in dat bed samen met de zieke. Die toch iets wat gezette man, die valt op die zieke met alle gevolgen van dien. Dus het is heel, heel grappig. Ja. Heel grappig, maar ook heel erg pijnlijk, denk ik. Jacques. Ja, het is een zeer grappige film. Enfin, de man komt binnen en werkelijk hij valt met zijn gezicht is op de punt van de tafel. Werkelijk een zeer humoristische film. En dat bloedspat eruit. Ik heb dat zitten mee lachen. En, wow. Dus hij valt. Wat er gebeurt is volgens Walter een schietpartij. Volgens Frank een bed dat dichtklapt. En volgens Sjaak is het nog veel erger. Hij spat uiteen op de hoek van een tafel en valt. Ja, en hij trekt op poenprukken. Ja. Dat zijn de drie mogelijkheden voor onze twee Bartolomeussen. En ze gooien het allebei bij Frank. Ze denken allebei aan een schietpartij. Waarom, Bart? Nou, ik denk dat het heel moet er geschoten worden. Ja. Als er niet geschoten wordt, is het niet goed. Werd er geschoten bij Frank? Dat heb ik slechts mee te verstaan. Ja, een volledige vechttoestandpartij en zo. Hè. Dus hij valt in dat bed, heb ik begrepen. Hè? Hij valt in het bed en het bed klapt dicht. Of het bed klapt dicht. Excuseer, ik maak de fout. Het bed klapt dicht. Dat is de fout die gemaakt wordt. Dus het wordt niet dus het schieten zou ik niet direct kiezen. Het bed klapt dicht. Het bed dat dicht klapt, dat lijkt mij het meest aannemelijk. Ik zie het zo dicht klappen. We zullen kijken. U ziet het zo dicht klappen. Ja. Nou, we gaan even kijken. Waar is Nordberg? Hij is right here, Frank. Right. Nordberg. Me. Ze hebben deze scène 13 keer opnieuw overgedaan, omdat de man die in het bed lag dat zo prettig vond om zijn eigen tenen aan te raken. Maar dat betekent in elk geval dat u elke 5000 frank hebt op dit moment. Blijft gelijk, gelijke stand. Het gaat op nu naar, gaan we luisteren naar Rocco Granata, de grote Vlaamse chansonnier. Lieve heer, heb medelij. Lieve heer, heb medelij met Rocco Granata. Hoe gaat het verder, Walter? Wel, hij zingt... Lieve heer, heb medelij. Die New Beat plaat is niet van mij. Maar ik denk dat hem anders... Het zou ook kunnen dat hem zingt van... Lieve heer, heb medelij. Want Frank Dingene is een koekoeksei. Walter is toch weer op dreef, hè? Ja, met de mensen lachen, hè, Walter? Ja, hè? Ja, wat hem ook zou kunnen zeggen omdat is natuurlijk... Omdat ik 2 keer in 10 om te zien ben geweest. Ja. Wat hem ook zou kunnen zeggen is, lieve heer, heb medelij. Want als het verstand uit hele stond Jacques Vermeer van achter in de rij. Maar hij zingt eigenlijk van, lieve heer, heb medelij en is er nog een plaatsje vrij. Zo, er ontstaan bepaalde veters in het paneldom vanavond. Frank. Ja, Hier gaan koppen vallen. In uw geval kan dat geen kwaad. Nee, zoals je duidelijk hebt gehoord, is de zangpartij niet heel zuiver. Dus wat articulatie betreft en zo, vind ik het jammer. En dat komt, en toen zong hij ook, improviseerde hij ter plekke in de studio, o lieve heer, heb medelij, ik heb mijn kunstgebit niet bij.
Vandaar dat hij dus niet zo zuiver zong. Maar ik denk dat hij zou gezongen hebben... Mijn leven was één dromerij. En dat is het ook voor Rocco, denk ik. Sjaak. Ja, we kennen Rocco allemaal als een zeer goed Italiaans zanger. We kennen zijn bekende plaat Mama. Omdat Rocco klein is, zal hij waarschijnlijk zeggen tot de lieve heer... Kom wat dichterbij. Drie mogelijkheden. Ik vat ze nog even voor u samen. Walter Grootaars die stelt dat Hou voor ons een plaatsje vrij de volgende zin zou zijn. Mijn leven was een dromerij, Frank Dingenen, Jacques Vermeire. Mijn einde komt nu dichterbij. Dat zijn de drie mogelijkheden. Daar moet op gehokt worden. En je gaat naar mijn einde is, komt nu dichterbij. Ik denk dat Jacques Roet van is van Rocco Granata. Je moet gerust zijn. Ik heb al zijn platen en formidabel. En inderdaad, schitterend is hij, ja. En jij gaat aan de andere zijde, hè? Hou voor ons een plaatsje vrij. Ja, omdat de metrum is niet helemaal juist. Het klopt niet. Het zit niet in de maat. Het zit niet in de maat. Nee. Ja, het zou kunnen met Rocco Granata, weet je nooit, maar ik geloof toch niet. Maar het zit niet in de maat, hè. Die zin klopt niet. De zin klopt niet. We zitten hier met iemand die aspiraties heeft om liedjes te schrijven. Walter, hou je klaar. Sta maar in de rij. Is misschien Granada. We gaan luisteren. Ja, tuurlijk. Ja. Lieve Heer, heb medelijden. Hou voor ons een plaatsje vrij. Inderdaad. Ja. Met een vrij intelligente opmerking op de koop toe. En dat betekent dat je nu aan de leiding staat. 9000 frank, 5000 frank. Bart, doe je best. Ja. Dat geldt ook voor jou, Bart. We gaan terug een filmfragment zien. Er is bijzonder weinig te zien, maar... Ik denk dat het een spannende film is, niettegenstaande men niets ziet. Walter? Het is een Belgische film. Het is dus geen spannende film. Het is een Vlaamse film, dus het is een heel trage film. Dat is een vrouw die kijkt onder de sofa en daar ligt een pop onder. Zij haalt die eronder uit en ze zegt tegen die pop, ze begint daar tegen te praten. Van, eerst wat aan het schommelen om te zien dat er nog leven in zit. Uiteraard in een pop zit geen leven. Maar wat blijkt dan? Ze zegt tegen die pop... Praat tegen mij, zeg iets. Ze loopt naar de vuurhaard, steekt de vuurhaard aan en zegt tegen de pop, als je nu niet begint te praten, smijt ik je in het vuur. Waarop de pop plotseling tot leven komt, praat, maar haar ook tegelijkertijd aanvalt en begint te bijten. Het is een kannibalenpop. Ja, getuigd van zeer veel fantasie, dus het zal wel geen Vlaamse film zijn. Frank. Nee, het is dus een thriller. En die vrouw is voordien in haar appartement gekomen. Ze gaat zitten en ze hoort het ademen, het hijgen bijna. Mm-hmm. Ze kijkt... Excuseer. Jij hebt gebruiteerd misschien. En zij kijkt onder het bed en daar ligt een inbreker. Mm. En gelukkig voor haar zit die inbreker geklemd onder haar gewicht en de grond. Tussen. Het valt me trouwens op, Frank, dat je eigenlijk qua stemvolume zo zachtjes aan evolueert naar de mensen die normaal de biljart becommentariëren, zo hier. Nee, die... Er is nog een mooie toekomst voor jou daar. Hij had ook een keu vast. Zo. Sjaak. Inderdaad, Frank is zeer goed begonnen. Het is dus een thriller, maar wel een humoristische thriller. Dus alle ingrediënten zijn er. We zien dus de dame kijken en ze bemerkt een figuur. Een zwarte figuur. Het is namelijk een blanke, het is een elektricien. Er is namelijk een panne aan de zetel. Het is een elektrische canapé, in de volksmond genoemd. Die dus automatisch kan schommelen. Als u naar een programma wil zien dat u achteruit kan liggen, naar voren, de kop steunen. En er is een defect. En hij is aan het werken. En het is een blanke, maar hij heeft dus met zijn twee vingers in het stopcontact gezeten. En hij is zwart geworden. Het is dus... Dus het is, en hij zegt, I am the sofa man. En het wordt dan nog vertaald door, ik ben de sofagist. Volgens Walter is het dus een sprekende pop waarmee dat de vrouw te maken krijgt. Met een inbreker, zegt Frank. Met een elektricien,